Patricia Meulenhof en Makiluwale Temikalu zijn de twee vrouwen die in aanmerking zijn gekomen voor de Golden Gavel Awards. De vierde editie van deze awardceremonie is op 29 september gehouden. Tweede is op basis van hun inzet voor de inheemse en Maron gemeenschap bekroond in de ballroom van het Lalaroek gebouw. De uitreiking ging via de stichting Platform voor Politiek Actieve Vrouwen. Voorzitter van de organisatie Angelique del Castillo zegt dat vrouwen die zich inzetten voor de ontwikkeling van Suriname respect en waardij verdienen. Vrouwen die innovatieve ideeën uitproberen om nieuwe energievormen te gebruiken. We hebben vrouwen onder ons die de gemeenschappen bewust maken om zelf besluiten te kunnen nemen wanneer het eenmaal het grondrechtenvraagstuk is opgelost. Want grondrechten die zijn aan de basis niet alleen van de economische ontwikkeling, maar ook van de culturele, maatschappelijke en spirituele beleving van onze inheemse en tribale volkeren. En het is daarom dat het zo belangrijk is dat wij vrouwen die werken in dat vlak van onze samenleving, die strijd leveren om economische, maatschappelijke, culturele en spirituele beleving van een deel van onze samenleving te brengen waar het hoort te zijn, een recht dat ze dagelijks kunnen genieten, de collectieve eigendomsrechten. Die vrouwen verdienen niet gewoon een pluimpje. Vrouwen die werken aan de opbouw van Suriname moeten volgens Del Castillo voor elke Surinamer een inspiratie kunnen zijn. Deze vrouwen moeten ook ieder kunnen bewegen om te helpen in de strijd voor een betere natie. De Golden Gavel wordt uitgereikt aan vrouwen die zich onderscheiden in de politiek of op sociaal-maatschappelijk vlak door inspirerend en baanbrekend werk te verrichten.